is het verschil tussen gewoon zomaar huizen bouwen of echt bijzondere huizen bouwen op een plek waar mensen ook echt blij worden en gelukkig worden. CPO is een heel mooie vorm waarop burgers initiatieven kunnen nemen. Het is heel belangrijk om te wonen in Flevoland, want zonder inwoners is er geen Flevoland uiteraard. We liggen hier nu 11 jaar. Vorig jaar maart zijn we hier ingedreven. Dat was een heel spektakel vanuit het Markermeer. Kijk, in het provinciehuis is een credo: samen maken we Flevoland. En de provincie heeft natuurlijk haar eigen verantwoordelijkheden als het gaat om ruimtelijke ordening. Zoals de gemeente ook zijn eigen verantwoordelijkheden heeft. Het is een begin wel even puzzelen met elkaar. Omdat, kijk, alle nieuwe dingen zijn lastig. Maar uiteindelijk, als je dan kijkt hoe je met elkaar daar energie uithaalt. In de tijd dat wij met de gemeente samenwerkten, was de provincie vrij onzichtbaar. We kijken naar andere provincies waar de collectieve projecten wel van de grond komen. En daar hebben ze vaak de provincie als wind mee. En daar waar dat kan, proberen we dat mogelijk te maken. De gemeente speelt hier zelf een hele belangrijke rol in. Maar als het gaat om de coördinatie bovenover en de contacten met het Rijk, dan is dat een rol van de provincie. Bij de verkiezingen en de stem die je uitbrengt op de partij van jouw keuze, wordt in hoge mate bepaald hoe avontuurlijk we durven te zijn in Flevoland. Het was een soort van nieuw avontuur. En er werd gezegd door de coördinator van de Waranden, we gaan met elkaar dansen, we zullen op elkaar stenen gaan staan, maar we houden elkaar wel vast.